Ja, voorzitter, voor mij gaat dit debat over de vraag wat betekent dat er een coalitie nu is met extreemrechts en radicaal rechts. Maar ik wil eerst aansluiten bij de vragen die de heer Dijk heeft gesteld. Want sommige dingen zijn nieuw en historisch en sommige dingen veranderen dus helemaal niet. We horen hier gewoon in antwoord op een vraag over al die mensen die in armoede zitten, een technocratisch verhaal wat neerkomt op wat we van al die kabinetten de hele tijd hebben gehoord. We doen het ietsje minder slecht dan de vorige, dus u mag ons dankbaar zijn. Ja, mensen die geen geld te makken hebben, die hun kinderen niet te eten kunnen geven, die hebben daar geen hol aan. Dat wilde ik eerst even gezegd hebben. En dan mijn vraag waarvoor ik hier stond. Goed bestuur. Ja, er staan plannen in dat hoofdlijnenakkoord voor in de verre toekomst als ze ooit worden uitgevoerd. Maar op dit moment gebeuren er al dingen met steun van nieuw sociaal contract die het tegenovergestelde zijn van goed bestuur. De plannen over landbouw. Ik haal er maar een voorbeeld uit. Hoe lang moeten boeren nu al wachten op duidelijkheid uit Den Haag? Wat zegt deze nieuwe coalitie? We gaan weer even van alles en nog wat proberen in de hoop dat het goed komt. En wacht u maar even af wat daaruit komt. Is dat de definitie van nieuw sociaal contract van goed bestuur? Mensen nog langer in onzekerheid laten, terwijl de feiten, al die rapporten toch zeggen, dit wordt een onhaalbare zaak. Dit gaat slecht aflopen. Maar je houdt boeren nog even een jaar of weet ik veel hoe lang dit gaat duren, nog even in de illusie van die valse hoop dat ze gewoon door kunnen op deze manier. Is dat goed bestuur? Voorzitter, op het eerste punt. Iedereen denkt hier dat je... Ik ben overigens degene die het meest kritiek gehad heeft op die doorrekeningen van het CPB. Maar de heer Timmermans vroeg en de heer Jette vroegen deze doorrekening. Dus ik kijk daar naar en zie dan ook dat deze doorrekening op zich een aantal positieve punten laat zien van het voorgenomen beleid. Maar als je denkt dat je via een doorrekening alleen de armoede naar beneden brengt en je bent niet in staat om te kijken wat je wilt op het niveau, dan zal ik u nog een aantal maatregelen noemen die we gaan nemen. Als het aan nieuw sociaal contract ligt, zouden wij bijvoorbeeld internetgokken verbieden. Formeel gezien zal dat niks doen met je CPB-plaatjes. Het zou wel een hoop mensen uit grote ellende halen. Wij gaan die groepen in de knel, die gaan wij bereiken. Het kostte mij een jaar lang Kamervragen stellen om erachter te komen dat er 10.000 gezinnen die werken onder het bijstandsniveau zitten. Dat wil en gaan wij oplossen. En ik ga u niet zeggen of die gezinnen dat makkelijk is of binnen een dag kan. Maar daarvoor staat dat er. Misschien zal er ook iets voor 18- en 19-jarigen moeten gebeuren. En het derde is dat er een enorme woningbouwimpuls zit. We hebben op ons aandringen zit er 7,5 miljard extra de komende 5 jaar voor het bouwen van woningen. 30% betaalbare huur, 2/3 betaalbaar voor de middeninkomens. En waarom is dat van groot belang? Voor heel veel gezinnen is niet net die 5 of 10 euro per maand extra belangrijk, maar is het belangrijk of we die woning hebben of niet. Dat zijn niet allemaal gemakkelijke oplossingen of gemakkelijke one-liners. Maar hier is echt het programma wat wij neergelegd hebben, daar is in geïnvesteerd. En als u naar arbeidsmigratie kijkt, zeg ik via u, voorzitter, dan ziet u dat wij de plannen over arbeidsmigratie en regulering van de uitzendsector en van die organisaties die mensen werven, hier gaan doorvoeren. Dat dit het eerste kabinet is, dat komt met een afwegingskader. En dat moet mevrouw Aland aanspreken. Of wij nieuwe bedrijven wel moeten hebben die louter draaien op arbeidsmigranten. Of die een enorme belasting vormen voor schoon water en voor energieverbruik. Dan moet u denken aan distributiecentra of bepaalde datacentra die wij te gemakkelijk naar Nederland hebben laten komen. Dan nemen wij maatregelen. Maatregelen die ook effect gaan hebben, maar die zullen niet binnen een maand of twee effect hebben. Maar wij kijken wel degelijk naar hoe we in de lange termijn dit vorm gaan geven. De tweede vraag van mevrouw Aland ging over de landbouwparagraaf. Ik denk dat zij vooral de veeteeltparagraaf bedoelt. En vooral de mestderogatie en de wijze waarop die gevraagd wordt terug te... Wij vinden dat wij ook plannen met Brussel moeten kunnen heronderhandelen. En er zitten op 3 punten in dit regeerakkoord forse vragen aan Brussel.
Die zitten er op het gebied van het landbouwbeleid. En dan met name om te kijken of we de mestderogatie deels of gedeeltelijk terug kunnen krijgen. Die zitten op het gebied van de asielparagraaf, de opt-out. Dat is overigens een wens, dat is de motie van collega Casper Veldkamp. Die zal overigens langs duren, want daar heb je een verdragswijziging voor nodig waar alle 27 lidstaten mee instemmen. Dus als u mij vraagt, gebeurt dat volgend jaar, is het antwoord nee. Maar je moet het wel tijdig kenbaar maken. En de derde die wij met nadruk op tafel gelegd hebben is: Nederland is een netto betaler, zal dat ook blijven. Dat is heel logisch als u het welvaartsniveau in Nederland vergelijkt met een aantal andere landen. Maar er zit een miljardenoploop in hoeveel netto betalen we hebben. En wij vinden dat daar wel wat af kan. Dus dat het ook met 1,6 miljard minder kan. Ja, wij vinden dat we in Brussel harder kunnen onderhandelen. Ja, wij vinden dat we dat de afgelopen decennia wel eens te weinig gedaan hebben. En ja, wij denken dat we soms iets te gemakkelijk daar plannen ingeleverd hebben waar we later enig spijt van gehad hebben.